Hallo uh, allemaal, aan de andere kant. Uh, goed om hier te zijn. Uh, ja, als je bij ons uh, in de studio binnenstapt... dan, uh, dan stap je in een, uh, in, ja, in een andere wereld. We proberen namelijk onzichtbare dingen zichtbaar te maken. En daarvoor ontwikkelen we materialen... Uh, die, die reageren op, op de onzichtbare natuurlijke krachten om ons heen. Uh, denk bijvoorbeeld aan, aan, aan de kracht van... Zwaartekracht en dat kan je bijvoorbeeld manipuleren met, met magnetisme. Dus we ontwikkelen dan machines uh, waarmee we door middel van uh, magnetische kunststoffen, uh, magnetische keramieken, maar ook cement en beton uh, vormen kunnen maken door middel van uh, magnetische sturing, en als het ware, de zwaartekracht te manipuleren. Uh, en dat vindt uh, zijn toepassing in, 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 in interieur, maar in mode, maar ook steeds meer in architectu architectuurachtige structuren. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld wind. Dus wat kan je met wind doen of met luchtdruk? Nou, als je bijvoorbeeld naar, een, naar, een, naar Parijs gaat of in een nieuwe Noord-Zuidlijn in Amsterdam... dan voel je vaak eerst de luchtstroom op je afkomen en dan pas... nou, dan weet je oké, okay, er komt er een metro aan. Maar wat kan je daar dan mee doen? Nou, daar hebben we dan bijvoorbeeld een, een technologie voor ontwikkeld... Die, die, bewe die licht geeft bij beweging en die toepasbaar is uh, in, uh, in, in, in infrastructurele projecten... Um, en, uh, ja, daarnaast ben ik, ben, ik, ben ik eigenlijk enorm gefascineerd door, door, door water. En uh, ja, water is, is gigantisch, het is groot, het is destructief. Uh, maar tegelijkertijd is het, ook, is, het, is, het, is het ook heel klein. En is het zo klein dat je het zelfs niet eens kan zien. Nou, en daar heb ik een, uh, een film over uh, gemaakt. En daar wil ik nu een klein stukje van laten zien. En dat gaat eigenlijk over de reis van een waterdruppel. Welke verschijningsvormen heeft het nou? Het bevriest, het vliegt, uh, het valt weer neer. Dus juist om, om aandacht te krijgen voor het hele kleine, zeggen, om vervolgens weer uh, ook te snappen hoe het hele grote geheel in elkaar zit. Dus dat is, denk ik, een mindset die, die, die heel belangrijk is om, uh, om naar dit soort onderwerpen te kijken. Dus daar wil ik graag een stukje van laten zien. Ja, om de, uh, om, om, ja hoe, hoe werken we dan in, 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 in mijn studio? Ja, we denken eigenlijk voornamelijk na over, over de onderwerpen, de thema's die net voor ons liggen. En die, uh, die, die, die er nog niet zijn, maar er misschien wel aan zitten te komen. En die proberen we eigenlijk naar, naar nu te halen, te verbeelden in installaties en, uh, en, en in technieken. Uh, maar andersom kan het ook heel goed, en daar is natuurlijk deze tijd heel interessant voor, wat dat betreft. Uh, Um, de thema's die nu spelen, bijvoorbeeld het social distancing, ja dat is een thema. die ga je het, Na deze tijd ga je dat ook weer op een heel andere manier terugzien. Dus dat is dan ook een aanleiding om daar een project voor te verzinnen. Om te kijken van nou, hoe kunnen we nou dat hele vervelende uh, onderwerp toch op een of andere manier functioneel en, en uh, ja, ook uh, leuk maken, bij wijze van spreken. Uh, dus daar hebben we het Smart Distancing uh, systeem voor bedacht, wat, uh, wat te gebruiken is in, in ook weer infrastructurele. Uh, Locaties, maar uh, ja, ook weer bij opstartende events en, uh, en dergelijke. Dus daar zijn we volop mee bezig om dat uh, to, ja, een beetje leuk te maken, zullen we zeggen. Um, vandaag wil ik het hebben over, uh, over, uh, over het onderwerp water en dan vooral over dijken. En, uh, ja, um, vanuit die fascinatie voor water uh, ben ik, uh, was ik erg blij dat ik gevraagd werd door een waterschap wat uh, uh, onderdeel is van uh, de provincie Utrecht. Uh, het, uh, Hoogheemraadschap Stichtse rijnlanden uh, dat zit, dat is, Die hebben onder andere een stuk dijk in beheer van uh, nou, 50 kilometer. En uh, ze vroegen ons: van: zou je nou eens willen meedenken hoe we de, de, al die techniek uh, die wij ontwikkelen en uh, uh, de dingen die we moeten doen, hoe kunnen we dat nou uh, naar een breder publiek vertalen, zodat, zodat, het, zodat we dat als het ware uh, nou ja, op een heel nieuwe manier kunnen vertalen. Uh, en het verhaal ook makkelijker kunnen vertellen. Dus zo zijn we gaan, gaan kijken op de dijk. Van, okay, hoe, hoe, wat, hoe werkt een dijk überhaupt? Uh, wat zit daarin? Nou, historisch gezien erg interessant om te weten dat, uh, dat, dat, dat je zelfs nog huisjes ziet staan en, en paaltjes. En uh, dat was bijvoorbeeld een stuk waar, waar vroeger mensen dan verantwoordelijk voor waren om dat te onderhouden. Dus je kunt je voorstellen dat, uh, dat, dat, dat de participatie zeggen, rondom zo'n dijk groot was. Nou, nu is het, uh, het veelal uitbesteed aan waterschappen. Um, maar toen doen de vraag van, ja, wat, is dan, wat zou dan de, die dijkwachten van de, van de toekomst misschien kunnen zijn? En ja, op, op welke manier zouden we dat kunnen benaderen door middel van techniek? En zou niet iedereen dijkwachter kunnen zijn? Zou je niet overal ter wereld dan uh, een kijkje kunnen hebben in die dijk en er doorheen kunnen vliegen, bij wijze van spreken? Zonder dat je allerlei, andere, allerlei technische uh, kennis hebt. En uh, nou, toen stuitten we onder andere op een heel interessant experimenteel project, uh, Noord... Uh, ja, de Live Dijk XL noemen ze dat. Dat is dus een project, die hebben ze helemaal, van een dijk van een kilometer hebben ze volgestopt met uh, sensoren. En daarmee konden ze eigenlijk de conditie live zien van die dijken. Um, van, ja, dat, 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 is, dat is natuurlijk wat, eigenlijk wel wat, wat je wil. Die, die, die dijken als een soort achtertuin behandelen en conditioneren. Um, um, en overal uit kunnen lezen. Um, maar tegelijkertijd heb je dan dus heel veel sens sensoren nodig. Um, nou, door verder te, te zoeken kwamen, kwamen we op allerlei online platforms tegen... Uh, waar, we, waar we diverse gegevens konden zien. Hoogtekaarten, uh, infrarood scannen, satelliet, ondergrond, et cetera. Nou, we zagen het door de boom, het bos niet meer. Um, um, maar wel steeds duidelijker werd het beeld van... oké, okay, eigenlijk wat je zou willen is dat je op die dijk staat... en dat je... Ja, dat je, dat je eigenlijk gewoon letterlijk kan zien wat zit er in die dijk... als een soort van kijkje onder een motorkap... en direct kan zien wat, wat is dan de status van die dijk... en is het, uh, is het te vochtig of is het droog of gaat het doorbreken... nou, al die, al die dingen uh, die een waterschap in feite ook wil weten... maar dat op een heel andere manier uitzoekt. Um, nou, eh, verder induikend en dan komen we een beetje bij het Arkgis-verhaal. Uh, 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 nou, ze, ze lieten mij zien, oké... Okay, dit, dit is hoe, hoe, hoe wij Nederland nu visualiseren in 3D. Dus het is een soort, soort ja, ja, Lego-landschap-gevoel. Uh, pizzadozen, van alles is langsgekomen. Waar, waar, ja, waar, waarin je dus eigenlijk elk kleurtje een, een, een grondsoort uh, zou moeten betekenen. Uh, en dat wordt dan ge, ge, uitgemeten op basis van uh, nou ja, allerlei boringen. En de TNO heeft daar fantastische computers voor om dan uit te rekenen... wat, wat dan de meest uh, waarschijnlijke ondergrondsoort is tussen die ruimtes. Nou, dat is natuurlijk waanzinnig. En dat schijnt ook vrij uniek te zijn in de wereld. Heb ik begrepen. Um, <tossimus> nou, je kan er zelfs 3D uh, voor... V, ja, je kan er bij wijze van spreken overheen vliegen. Je kan... In de computer dan. Uh, en um, Je kan er zelfs ook nog onder vliegen. Maar ik, het lijkt... Ja, tegelijkertijd denk ik niet dat een dijk zulke, uh, zo eruit ziet. Zoals het er nu uitziet. Stel dat als, ik als leek dat zou willen zien en, en inlezen. Um, ja, en, wa en Waterschappen liet me dan ook trots deze, dit plaatje zien van, van deze ja, feite rode worst die daar op, 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 op een, op een lege landschap uh, ligt. En uh, ja, dat, dat, dat gaf het gevoel van ja, ik zit te kijken naar de beginnende gamingindustrie, maar wat is dan het next? Maar wat, 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 wat komt hier dan na? Wat als we, als we, als we, als we, als we dat opnieuw gaan bekijken met, uh, met, uh, met uh, game uh, designers bij wijze van spreken en visualisatie? Nou, zo, zo kwam ik uh, uiteindelijk... Uh, ja, als ik vroeg van waarom ziet die... Dus dat dus noemen ze een foksel. Dat, dat vierkantje, begrepen. Toen vroeg ik, ja, waarom ziet die foksel er dan zo uit? Ze dus, zei, ja, dat ziet er gewoon zo uit. Um, nou ja, oké, okay, dat, 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 dat moet je niet tegen mij zeggen... want dan ga ik juist uitzoeken waarom dat er zo uitziet. Um, dus zo zijn we eigenlijk gaan graven en kwam ik bij Bas tegen. Nou, die hebben jullie al leren kennen vandaag. Um, en die, uh, die gaf me eigenlijk een, uh, ja... Uh, liet me kennis maken met een beetje de innercirkel van de onderwereld. En zo kon ik Martin Peersman bellen van de basisregistratie Ondergrond. Ik kwam gelijk bij me langs in de studio om, 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 om lezingen te geven. TNO was heel behulpzaam met Michiel van der Meulen om uit te leggen en te filosoferen in de kroeg over hoe, konden we nou, hoe zijn die ondergronden nou opgebouwd. Langzamerhand begon bij mij de, de reis van hoe, hoe werkt het dan, die ondergrond? Uh, ja, een beetje, om het een beetje plat te slaan, sla bestaat het anders uit zand en veen en uh, um, uh, klei. En, en als je dan naar de vormen kijkt, dan, dan, dan zie je dus dat veen, veen uh, nou ja, eigenlijk een soort van uh, sponsnetwerk is. En klei zijn en allerlei platjes. Uh, en zand is, is, zijn ronde korrels die, die eigenlijk wel honderd keer zo groot zijn dan een kleiplatje. Dus je kunt je ook voorstellen dat als je dan weer even teruggaat naar het water. Stel dat je water bent, ja, waar, ga, waar kan je dan doorheen? Uh, nou, je ziet hier, dit zijn de zandkorrels, daar zijpelt het water uh, makkelijk doorheen. Uh, in klei is dat heel anders. Klei zijn platjes en, de, en die zijn, uh, daar blijft het water als het ware tussen, tussen zitten en het, uh, het stroomt er niet zo makkelijk doorheen. Dus ja, Vanuit die manier kon, kun je al een beetje denken als, als leek, hoe moet je dan een dijk opbouwen? Uh, door, door te graven en met MT-noten hebben we uiteindelijk een, een soort van 3D-model gekregen, wat eigenlijk de grondslag lag aan die hele voksel. Dus de voksel was weg. Uh, en toen bleek dat het bestaat dus uit puntjes en ja, dat puntje, wat, kan dat, wat kan dat puntje nog meer zijn dan, dan een vierkante pizzadoos? Uh, kan dat, kan dat, kan dat uh, kleuren hebben? Kan dat misschien een soort van uh, chrome look krijgen? Maar tegelijkertijd wil je ook nog wel echt kunnen zien dat het zand is en dat het klei is. Uh, idealiter uh, zou het, zou het, zou het, zou het wat, ja, gewoon, gewoon luxer uh, moeten zien en wat meer uh, seksappeal moeten hebben. Dat zou ik best kunnen gebruiken. Uh, maar het gaat ook over lagen. Dus het gaat over lagen die samensmelten en die opbouwen in de loop van de tijd. Uh, nou ja, en, en Michiel van der Meulen gaf een heel mooi uh, uh, idee. Eigenlijk. Vind, eigenlijk, zou, eigenlijk zou je toch meer als een soort Grand Canyon uh, door, door, door de ondergrond moeten kunnen lopen om dat duidelijk te krijgen. Ja, te gek. En, uh, en uh, het toffe was dat Esri gelukkig ook niet stil had gezeten. En, uh, uh, en ja, dus doorgegaan eigenlijk op die modellen. En dus nu uh, visualisaties kunnen maken. Waarin uh, um, ja, dus eigenlijk punten aan elkaar verbonden worden. En dus als één laag gevisualiseerd kunnen worden. En zelfs ook nog op een organische manier. Zodat het, zodat het uitziet als grond. Ja, dat, dat levert toch al, al een stuk interessantere plaatjes op. En zelfs als je... Uh, nu dus ook echt door de ondergrond ja, gaat, kan je daar al bijna doorheen vliegen als door de Grand Canyon in feite. Um, dit, dit zijn hoopgevende dingen in, in dit soort uh, systemen. Dan is het nog wel de vraag van hoe krijgen we dit weer uit de computer en hoe krijgen we dit uit... Uh, uh, ja, hoe, hoe maken we dat beschikbaar voor, voor een groot publiek dat ze dat kunnen... Kunnen zien. En ook al die informatie waar zoveel in geïnvesteerd is, kunnen we dat uit die grond trekken. Um, dus het gaat heel erg over die, over die bovengrond. Uh, en een van de oplossingen waar we dan met Waterschappen uh, uh, mee aan het werken zijn. Uh, is om te kijken van of we. in de begrippenwereld noemen ze dat een appelboorprincipe. Nou, of we dat eigenlijk in een nieuw jasje kunnen steken. Uh, dat je dus overal in, de, in Nederland. In feite, uh, of in de wereld, je uh, dus kan zeggen van... kijk, ik sta hier, ik zou hier een stuk uit de grond willen hebben. Uh, die combineert dan dus uh, gegevens van, van, van de TNO... Uh, met live data van, van sensoren in de buurt, et cetera... van wat er beschikbaar is. En, die, en als je daar dan uh, ja, over een dijk loopt... dan als, kan je dus in feite als dijkwachter gewoon uh, uh, mee, meedenken, meekijken... en kan je, kan je ja, zien wat, wat, uh, wat is er aan de hand is... Welke ondergrondsoort is er? Uh, je, wat zou er misschien in een bepaald scenario kunnen gaan gebeuren? En, uh, ja, misschien zelfs ook wel de, 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 de beoogde oplossingsgerichtheid, zodat een waterschap ook veel minder uh, in die zin uitleggerig hoeft te zijn, maar dat het iedereen het zelf kan begrijpen hoe, hoe dingen in elkaar steken. Uh, maar je kan het ook veel technischer benaderen. En het is natuurlijk op allerlei gebieden uh, dit soort dingen toepasbaar. Uh, je kan in feite ook de boring uit de grond laten zien, die, die, die eerder al uh, gedaan is. Um, ja, dit is, dit is uh, wel zo'n beetje het, het einde van dit, uh, dit verhaal. Uh, ja, daar wil ik een aantal mensen in bedanken. Nou, die hebben we hier opgeschreven. Uh, dit is ongeveer een plaatje van wat je dan tegen zou kunnen komen in de toekomst. Uh, op op een dijk en om het een beetje uh, ja uh, interessant ook te maken wil ik jullie uh, wil ik jullie eigenlijk uitnodigen om uh, om, om uh, ja toch, moet toch een beetje reclame maken om mij te volgen op uh, instagram want daar kan je namelijk een, een, een augmented reality filter aanzetten en kan je zelf dit stuk uh, klei uh, in je huis zetten of op je dijk of in je tuin en zie dat zie dat als een, als een, als een begin van, van een van een nieuwe wereld waarin zeg maar, de digitale uh, uh, fysiek gaat worden. En daar, uh, ja, daar kijk ik naar uit.